De rijkste Antwerpenaar die ooit heeft bestaan is zeker een vaste diamantair genaamd Louis Koetermans. Hij was ook zonder twijfel een van de allerbelangrijkste Antwerpenaren ooit. Iemand die drastisch het uitzicht en de uitstraling van onze stad heeft bepaald en die ook de werking ervan helemaal naar zijn hand heeft gezet. Het is dan ook uiterst bizar, dames en heren, dat deze man, Louis Koetermans, alias Prins Diamant, dat die heden ten dagen op geen enkele manier wordt herdacht. Met geen enkel standbeeld, geen enkele straatnaam, maar ook zelfs in geen enkele geringste soort van archief kom je iets over Koetermans tegen. Bijna niemand van ons heeft dan ook zelfs maar van Koetermans gehoord. En zien we hem toch opduiken in oude kranten bijvoorbeeld, daar vind je hem legio, dan lijkt het telkens bijna alsof hij niet echt is, alsof hij een zuiver fictief personage is, vergelijkbaar met het personage Zelig van de film van Woody Allen. Een mens die overal opduikt bij alle mogelijke historische gebeurtenissen, op de voorgrond en dan weer op de achtergrond, maar dan alleen maar binnen het kader van iets dat doet denken aan een mockumentary, iets dat niet echt is. Onmiddellijk na zijn dood zijn er mensen geweest die er kennelijk alles voor over hebben gehad om iedere denkbare herinnering aan deze tycoon, Louis Koetermans, van de aardbodem weg te wissen. Precies zoals de auteur Georges Perec in zijn boek La Disparation op iedere bladzijde van dit boek de letter E heeft weten door te krabben. Als een parodie op hoe zijn eigen vader en moeder door de Holocaust ook werden verwijderd. De nagedachtenis van Louis Koetermans is vermoord geworden. Maar die verdwijning, en dat is een beetje de titel van deze lezing, de verdwijning van Louis Koetermans, is lang niet zo vreemd als je er naderbij stilstaat. Onze held werd geboren om te beginnen dus op 27 november van het jaar 1855. Dus baf, midden in de 19e eeuw. In een van meet af aan uiterst welvarende, schrandere, ondernemingsgezinde familie. Al in de 17e eeuw was er in Antwerpen een verre voorvader van Louis Koetermans actief. Een zekere Pieter Koetermans, die was gespecialiseerd in goud- en zilversmederij. En een nonkel van die verre voorvader was een goudhandelaar bij het VOC. In de vroege 19e eeuw had de roemrijke familie Koetermans zijn zetel in Bergen op Zoom, waar Louis zijn enige 2 jaar oudere broer werd geboren, maar verhuisde de familie toch weer naar Antwerpen, juist op tijd om Louis Koetermans daar zo het daglicht te doen zien. Louis is dus een echte senior, geen pagader, dat wil zeggen, hij is een geboren Antwerpenaar, niet een inwijkeling. Louis zijn vader, Henri Koetermans, was de eerste van zijn familie die de gewichtige overstap maakte van zilver en goud naar diamanthandel. Rond het jaar 1803 richtte hij daarvoor enkele zeer grote, moderne diamantateliers op, in, of all places, de toen dus al klaarblijkelijk modieuze Schuttershofstraat. Om onze stad in het geheel meer aantrekkelijk te maken, om handelaars en toeristen te lokken, liet deze Koetermans ongeveer op eigen houtje de integrale Meijer opgesmukt worden, met boven alle uitstalramen rijen van lange ijzeren balken over de hele gevelbreedte en decoratieve houten omkaderingen aan iedere etalage en ornamenten om u tegen te zeggen. In de Kammerstraat richtte hij tegelijkertijd een fabelachtig juweliershuis in, de vader van Louis Koetermans. Zijn zoon, Koetermans Louis, werd als prille tiener in de stad Antwerpen officieel ingeschreven als diamanthandelaar om direct in de voetsporen van zijn vader te kunnen treden. Midden 19e eeuw waren Belgen en bij uitstek Antwerpen wereldvermaard om hun diamantindustrie. Dus er waren vele diamantslijperijen in de buurt, maar de slijperijen van Koetermans die sprongen eruit. Ze waren de eerste die werden aangedreven door stoommachines, uniek in die tijd. En in deze tijd ook weer. En bovendien werden de arbeiders van huize Koetermans met veel respect bejegend, veel meer respect dan overal elders in Europa op dat ogenblik. De meeste slijperijen in de 19e eeuw waren klein en ongezond en de werkers werden er behandeld als niet veel meer dan slaven. De familie Koetermans daarentegen heeft altijd grote sociale voeling aan de dag gelegd en is trouwens ook steeds opgekomen voor arme mensen.
In 1885, toen Louis 30 werd, stierf zijn vader. En toen was het vooral Louis, meer dan zijn broer, die de diamantzaak van die vader overnam. Hij putte daarbij erg veel voordeel, moet gezegd, uit zijn uitstekende verstandhouding met de Shah van Perzië. Perzië zijnde een 19e eeuws westers begrip om het gebied aan te duiden dat we nu plegen te noemen Iran en de omliggende regionen. De relatie met deze Shah bestond al een tijdje. Toen Louis Koetermans 18 was, werd hij al eens samen met zijn geëerde vader uitgenodigd op een gala-diner in de Wilhelmstrasse in de Pruisische hoofdstad Berlijn, waar aan de Duitse keizer Willem II de zogenaamde Eureka werd voorgesteld. Zie hier. De eerste in Zuid-Afrika ontdekte diamant ooit. Na vele jaren van nutteloze expedities overal in alle uithoeken van Zuid-Afrika, expedities van nota bene concurrenten van Duitsland, was er onverwacht een Zuid-Afrikaanse boer opgedoken die kennelijk aan het spelen was met wat hij zelf noemde een paar blinkende kiezelsteden. In de euforie van deze grandioze ontdekking, die namelijk leidde tot hele reeksen diamantmijnen in Vaal en in Klipdrift, gaven de diamantairs nu, zo dus, een feestje in het Hol van de Leeuw van Berlijn. En hier was het dat de familie Koetermans dus voor het eerst in contact kwam met de Shah van Perzië. En dat klikte ogenblikkelijk zelfs in die mate dat sinds die dag in de Wilhelmstrasse Koetermans voor altijd de Shah zijn persoonlijke diamantleverancier mocht worden. Bij uitbreiding, dames en heren, werd Koetermans een spilfiguur in de diplomatieke betrekkingen tussen Europa en zowat alle sultans van het Ottomaanse Rijk. In de hoofdstad daarvan, Constantinopel, was Louis Koetermans vriend aan huis en trouwens ook een rap de trotse bezitter van eigen hotels. En aan tijd werd hij zelfs door de prins de Karanian, ik weet ook niet wie dat is, werd hij benoemd tot consul van Perzië. Een titel waar we alleen maar van kunnen dromen, alleen al omdat je met die titel wel degelijk het recht hebt op het dragen van een bijbehorende scharlakenrode vest. Ze biedt een beetje meer. Eerst nog een beetje muziek.